Niet alleen de ecotourisme in Suriname heeft potenties, ook cultuur, kunst en culinair toerisme moeten verder ontwikkeld en aandacht krijgen. Dat zegt Yves John, voorzitter van de United Tour Guide Suriname, UTGS. Door de diversificatie in deze sector heeft een toerist die Suriname aandoet dan meteen meerdere mogelijkheden. Gezien de verschillende gerechten van de Surinaamse keuken enorm geliefd zijn bij zowel locals als toeristen, kunnen er foodfestivals worden gehouden, zodat de Surinaamse keuken verder bekendheid krijgt. De verschillende toeristische trekpleisters zijn reeds al begonnen om dit gedeelte aantrekkelijker te maken, zegt John. Ja, ik denk zeker wel dat ik meer zie in het culinair toerisme. De verschillende restaurants die er zijn, waarbij het eten ook echt op een hele mooie culinaire manier wordt opgediend. De chef-kok associatie die alleen maar mooie prijzen binnenhaalt. De verschillende orden die hogere standaarden beginnen te krijgen. Langs de Kommerwijnen rivier bijvoorbeeld zijn er verschillende orden met een heel goed niveau wanneer het gaat om internationaal toerisme. Langs de Boven Suriname rivier ook zijn er verschillende lodges. Bepaalde zijn wat minder, andere die zijn wat hoger en dat is ook niet erg. Zo is er voor iedereen is er wat. Aan de binnenstad van Paramaribo wordt ook gewerkt. De gebouwen, als ik vandaag de dag liep ik nog door de binnenstad van Paramaribo. En heb ik een aantal panden gezien, bijvoorbeeld aan de Limapo-straat, die een nieuwe schilderbeurt hebben gekregen. Dus dat zijn allemaal hele goede ontwikkelingen. John zegt ook dat volgens de laatste statistieken er veel meer mensen op reis gaan. Dat betekent dat Suriname een kans maakt om een deel van deze mensen te accommoderen. Wat dus ook werkgelegenheid met zich meebrengt. Als we werken nu aan meer toeristen voor het land. Dat wil zeggen dat er ook meer werkgelegenheid gecreëerd zal worden. En er meer banen zijn, meer geld verdiend kan worden en internationaal of economisch dat het dan ook beter zal gaan met het land. Misschien niet direct, maar op de lange termijn zal het veel beter gaan. En die spin-off binnen toerisme is ook heel erg groot. Als we kijken naar de goudsector of de oliesector is natuurlijk ook heel goed en veel geld wat er naar binnen kan komen. Maar die resources die gaan op een gegeven moment op en daar heb je dat niet meer. Terwijl toerisme, je blijft mensen hebben die gaan reizen en als we kijken naar de statistieken, heb je steeds meer mensen in de wereld die gaan reizen. Steeds meer mensen die nieuwe bestemmingen willen aandoen. En Suriname is een van de onbekende bestemmingen die heel veel te bieden heeft. U zag Yves John, voorzitter van de United Tour Guide Suriname, UTGS, over de diverse mogelijkheden die Suriname heeft op het gebied van toerisme.